Lieve mensen, het zijn opnieuw moeilijke weken voor velen van ons. We hadden 2 maanden geleden nog het idee dat we bijna uit de coronacrisis waren. En nu zitten we er weer volop in. Het geeft aan hoe onvoorspelbaar dit virus is. En hoe we het ons nog steeds niet kunnen permitteren achterover te leunen. Ik maak me grote zorgen over de enorme snelheid van de toename van het aantal COVID-patiënten die we de afgelopen 2 weken hebben opgenomen in ons ziekenhuis. Het aantal COVID-patiënten is de afgelopen 2 weken bijna verdrievoudigd. Het is alle hens aan dek. De druk lag eerst vooral op de verpleegafdelingen, maar de afgelopen 48 uur zien we ook een grote toename aan COVID-patiënten op de IC. Samen met andere ziekenhuizen kunnen we de toestroom nu nog opvangen. Maar de zorgen om in een code zwart scenario te komen zijn er zeker. Dat moeten we als samenleving zien te voorkomen. De komende weken leveren voor veel mensen onzekerheid op. Onzekerheid voor de mensen in de zorg die zich afvragen of ze deze zorg kunnen blijven leveren voor iedereen die dat nodig heeft. Onzekerheid voor mensen van wie een operatie of een medische behandeling uitgesteld is. Onzekerheid voor de vele getroffen ondernemers die hun hart vasthouden over de lengte en gevolgen van deze nieuwe lockdown voor hun bedrijf. Elke dag weer zie ik vol bewondering hoe ons zorgpersoneel met opgestroopte mouwen klaar blijft staan voor iedereen die zorg nodig heeft. COVID-patiënten en niet-COVID-patiënten. Gevaccineerden en ongevaccineerden. Voor iedereen, want ieder mens in onze samenleving heeft recht op onze zorg als hij of zij dat nodig heeft. Maar laten we ondanks die onzekerheden de moed erin houden. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Weer opnieuw doen wat ons te doen staat. Door aandacht te schenken aan mensen die dat nodig hebben. Een klein gebaar kan wel heel betekenisvol zijn. Maar uiteraard ook door waar mogelijk onze verantwoordelijkheid te nemen. Van vaccineren in het belang van jezelf en de samenleving tot het dagelijks trouw naleven van de basis coronaregels. En we helpen daarmee ook onze werkers in de zorg die hier in het Reinier de Graaf ziekenhuis elke dag keihard werken om ook de komende weken goede zorg te kunnen blijven geven aan mensen die dat nodig hebben. Deze pandemie is ellendig. De enige uitweg is verbinding in de samenleving. Alleen als we zij aan zij blijven staan, kunnen we dit virus bestrijden. Samen met iedereen in onze samenleving. Ik roep dan ook iedereen op om zich aan de basisregels te houden. Doe dus mee. Draag je steentje bij.